Naast mij staat Aukje. Dat is mijn co-host. Aukje, wil jij je even voorstellen? Zeker. Hallo allemaal. Mijn naam is Aukje de Ruiter. Ik ben bestuurslid bij het Interstedelijk Studentenoverleg. En daar heb ik onder andere de portefeuille docentprofessionalisering. Hiervoor heb ik onderwijs en innovatie gestudeerd. En ik ben vooral heel erg benieuwd wat deze middag ons gaat brengen. En wij, Aukje en ik, gaan in gesprek met vier gasten vandaag. Maar we hebben nog iemand die meewerkt in deze sessie. Dat is Itwer Doosje. Itwer is secretaris van het Comenius-netwerk. En Itwer zit voor jullie aan de chat, aan de knoppen in de chat. En ik hoor van Itwer dat er een echo in het geluid zit. Dus ik kijk heel eventjes naar de techniek. We gaan wel gewoon verder, denk ik maar. We gaan het dus hebben over ondersteuning en professionalisering van docenten. En daarvoor is het, daar kunnen we eigenlijk niet heen om de situatie waar we nu in zitten. Als gevolg van de coronacrisis, zoals dat dan heet, zijn we eigenlijk al zo'n maand of 10 heel veel onderwijs online aan het geven. Dat geldt voor het mbo, voor het hbo, voor het wo. En dat heeft nogal wat impact gehad op de docenten en op hun werk. En voordat wij daarover gaan praten, gaan we eerst wat docenten zelf aan het woord laten over hoe zij dat ervaren hebben. Mijn naam is Clemens Staal en ik werk bij het MBO College Zuidoost in Amsterdam. Ik ben Jannes Eshuis en werk als universitair docent bij de faculteit Psychologie van de Open Universiteit en aan die faculteit tevens de coördinator onderwijs. Ik ben Jessica Sweers en werk als docent bij de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek van de Hans Hogeschool Groningen. Hoe is mijn werk als docent veranderd als gevolg van de coronamaatregelen? Mijn visie op didactiek en de inhoud van mijn les is weinig veranderd, maar de werkvormen, de beschikbare onderwijsmiddelen en materialen en de groepsdynamiek en interactie met iedereen is nu heel anders. Ik probeer dezelfde resultaten te bereiken, maar ik moet alles op een andere manier doen om dat te bereiken. En vanaf de eerste dag zijn we direct naar Teams gegaan en zijn we eigenlijk gewoon direct instructie gaan geven, zoals we dat anders ook voor de klas zouden doen, middels PowerPoint, nu online. Maar het was vooral intensief rondom de determinering. Dat was wel echt een omslag om die online aan te gaan bieden. Om docenten bij deze omslag te ondersteunen, hebben we vanuit ons onderwijskundig expertisecentrum onderwijs en toetsendeskundigheid ingeschakeld. Om docenten te helpen zoeken naar alternatieve dynamen voor. Eigenlijk ben ik er gewoon ingesprongen. Ik heb vooral veel zelf uitgezocht samen met een aantal collega's en vervolgens anderen ondersteund om hen ook op weg te helpen. Ik heb vooral ondersteuning gekregen bij het verkrijgen van toegang tot applicaties en het uitzoeken van technische details en bij het goed regelen en inbedden van nieuwe ontwikkelingen voor mij en mijn collega's. Ik heb ondersteuning bij informatie en tools ervaren als een vloedgolf waar ik door overspoeld dreig te raken. Er zit veel waardevols en nuttigs tussen, maar je moet slim filteren en kiezen om je weg erin te vinden. Vanuit verschillende kanten kwam heel veel informatie. Mensen zijn bereidwillig. Daar zit ook de valkuil, want er is zoveel mogelijk. Dus waar ga je beginnen? Onbekend is onbemind. Het belangrijkste is denk ik dat je open staat voor de hulpvraag van docenten. Daar begint het echt mee. Luister goed naar wat ze nodig hebben. En help ze met zoeken naar middelen en gereedschap die in de organisatie al beschikbaar zijn. Blijf vooral vragen wat heb je nodig en waar zoek je naar. Deel good practices en verbind mensen met elkaar. Wat zijn nou handige tips, tools, tricks die we vandaag kunnen toepassen zonder dat we daar heel erg lang studie voor moeten gaan volgen om te kijken hoe dat precies werkt en wat effectief is. Oké, we hebben gezien op de chat dat er wat problemen waren met de echo in het filmpje. Ik hoop dat jullie het desalniettemin toch goed hebben kunnen volgen. En ik zie dat ze nu weer weg zijn, dus dat is heel fijn. Dan kunnen wij in elk geval verder met wat we wilden doen. Wat ik hoop dat jullie hebben gehoord en gezien in het filmpje, zijn een aantal docenten die verteld hebben hoe zij de afgelopen maanden hebben ervaren. En ook tips die zij hebben voor ondersteuners. Mocht je nou zelf ook tips hebben. Tips als ondersteuner. En onder ondersteuner verstaan we eigenlijk iedereen die het onderwijsproces op een bepaalde manier ondersteunt. Of die docenten ondersteunt. Mocht je nou ook tips hebben voor docenten of tips hebben als docent voor ondersteuners. Dan hebben we daar een Mentimeter voor in het leven geroepen. En we horen heel graag jullie tips. Aan het einde van de sessie komen we daar ook even op terug. Dus voel je vrij om daar je bijdrage te leveren. Fijn als je dat zou willen doen. Dan gaan we nu naar onze eerste gast.
En dat is IJsbrand Hoetjes. IJsbrand werkt bij de Haagse Hogeschool. IJsbrand, wil jij jezelf even introduceren? Ja, dankjewel Marianne. Mijn naam is IJsbrand Hoetjes. Ik ben bij de Haagse Hogeschool adviseur op het gebied van ICT en onderwijsinnovatie. Ik neem ook deel aan het versnellingsplan in de zone faciliteren en professionaliseren van docenten. Maar binnen de Haagse Hogeschool kent iedereen mij hopelijk vooral van de Blended Learning Desk, onlangs omgedoopt naar Blended Learning Lab, waarbij precies die ondersteuning voor docenten eigenlijk al een viertal jaren vorm aan het geven zijn. Dus het ondersteunen van wat we noemden het verblenden van je onderwijs, wat nu een enorme zwengel heeft gekregen. En we doen dat dus al een jaar of vier eigenlijk vanuit de onderwijsvisie van onze hogeschool, die in 2016-2017 is neergezet, waarin al expliciet werd gezegd van we willen naar een Haags model van blended toe, de Haagse blend. En vanuit die filosofie ondersteunen wij docenten en vooral ook teams van docenten bij het kiezen van de juiste tools. Maar vooral het nadenken over waar doen we dit voor en van daaruit weer het herontwerpen van je onderwijs, zoals we ook in de video zagen hier. Ja, want hoe heb jij de video bekeken? Herkende jij daar bepaalde elementen uit misschien? Ja, dat is zacht gezegd. Het hadden gewoon onze klanten kunnen zijn. Ook de verscheidenheid in reacties en ik ga meteen aan de slag en ik word ook overweldigd door alle tools. We zijn heel erg verankerd in de tools die we zelf hebben, die veilig zijn, die gemakkelijk zijn voor docenten. En we merken dat het heel erg helpt als we die kunnen aanreiken, want wij weten heel veel, ik denk dat het geldt voor het grootste deel van het publiek hier. We kennen heel veel tools en heel veel oplossingen, misschien een beetje te veel. Alleen voor een docent is het belangrijk om daar lijn in aan te brengen. Dus wij helpen docenten om in hun rol van ontwerper van online onderwijs te komen. Vroeger klonk dat als heel ver van je bed, maar tegenwoordig juist staat die camera naast je bed. Dus iedereen doet dat nu. Alleen dat kan een stuk beter en dat kan een stuk meer blended. En daar gaan wij voor. Ja, en studenten ervaren nu natuurlijk ook voor het eerst op grote schaal het online onderwijs. Ik denk dat zij daar ook heel veel mening over hebben. Hoe nemen jullie die studenten dan mee bij jullie advies naar docenten? Ja, dit is natuurlijk de hamvraag, want het gaat om de student. Als ik dat niet zou zeggen, dan zou dat heel erg zijn. Aan de andere kant zijn we wel degelijk meer gericht op de docent dan de student. Alleen de kern van onze Haagse blend onderwijsfilosofie is, je wil innovaties doen ten behoeve van de kwaliteit van het contact tussen docent en student. Daar gaat het om. Dus meer studentgericht in plaats van meer afstand creëren. We hebben nu allemaal gezien hoe moeilijk dat is als je alleen maar online met elkaar kan communiceren. Maar toch zijn daar manieren voor om dat ook online met online blenden dat vorm te geven. En tegelijkertijd in hoe wij docenten en docententeams begeleiden is eigenlijk het eerste dat we, of misschien het tweede dat we tegen zeggen. Het eerste is probeer het en durf het. En het tweede is van kijk naar het studentperspectief. Wat doe je die student aan, bij wijze van spreken, als jij deze opdracht of deze online les zo weergeeft? Dus dat is continu een mantra van je bent verantwoordelijk voor die online ervaring die je de studenten geeft en dat leren dat je aanzet. Maar dat moet je dan ook van de andere kant bekijken. Dus de studentenkant staat op een bepaalde manier centraal, alleen we spelen het wel via de docent. Helder. Oké. Okay. Ik heb een laatste vraag voor jou al, IJsbrand. En wat is, denk jij, nodig? Hè? De afgelopen maanden, hebben we het net al even over gehad. Kan ik me zo voorstellen dat jullie veel docenten geholpen hebben met het Emergency Remote Teaching, waar vaker over gesproken wordt. Wat is er volgens jou nodig om uit die noodmodus te komen nu, om verder te kunnen? Ja, we hebben ons daar in een vrij vroeg stadium ook al zorgen om gemaakt. In maart gaat iedereen over op de noodmodus en we zagen het ook al in de video hiervoor af. Verschillende mensen gingen doen wat zij al deden in de klas, in hun eigen beeld van hun eigen beroep, zullen we maar zeggen. En gingen dat proberen één op één te kopiëren naar online. Zo van, ik moet een lokaal hebben met vier muren en daar ben ik drie keer per week in. En, dus dan helemaal dat beeld nadoen en gaandeweg kwam men erachter dat dat schuurde en niet helemaal werkte. En om te voorkomen dat je dan zeg maar belandt in een situatie van, ja maar dit werkt niet jongens, wat moeten we nu? Is het belangrijk om docenten dus die rol van verantwoordelijke en ontwerper van zo'n online omgeving neer te zetten. Je kan veel meer asynchroon regelen.
Je kan opdrachten geven, je kan bijvoorbeeld die contacturen inperken, maar dan wel beter in een kleinere groepen doen, dat werkt makkelijker. Dus dat hele denken vanuit wat wil ik bereiken en dat dan vertalen naar het ontwerp van je online omgeving en daarin even twee stappen terug te doen en rust te nemen van jongens, dat ontwerp kost tijd en dat begrijpt iedereen. Dat is eigenlijk de boodschap waarmee wij mensen ook in het verbeteren van een onderwijs hebben gekregen, in plaats van alleen maar het nadoen, maar dan via de computer. Oké, dankjewel IJsbrand, heel fijn. En mocht je nou zelf ook nog meer tips hebben, vragen, blijf ze stellen in de chat. We zien er een paar binnenkomen al. Zorg ook dat je tips voor ondersteuners of voor docenten in de Mentimeter plaatst. De code is in de chat geplaatst. En we zien jouw bijdrage heel graag komen. We zijn hier inmiddels klaar voor de tweede gast. We moeten een snelle wissel doen na elke gast. En nu hebben we Pascal Kolen hier aan de desk staan. Pascal werkt bij het ROC van Amsterdam. En Pascal, wil jij jezelf ook even introduceren? Ja, ik ben Pascal Kolen en ik werk bij ROC van Amsterdam Flevoland als adviseur onderwijsvernieuwing. Daarnaast werken wij met een team van iCoaches en daar ben ik projectmanager van. En we proberen ook natuurlijk onze docenten nu, maar ook op de langere termijn, zo goed mogelijk te ondersteunen. Ja, en zie jij in die ondersteuning en in de ondersteuningsvragen een ontwikkeling, bijvoorbeeld over de afgelopen maanden? Nou, wat we vooral zagen is toen vanaf maart eigenlijk we in één keer, het emergency remote teaching, wat jij al net aanhaalde, toen we daar in één keer mee moesten beginnen, zagen we dat heel veel docenten vooral knoppen vragen. Dus vooral de vragen, hoe werkt het, waar vind ik het, hoe kan ik het gebruiken, hoe kan ik online lesgeven? En we zagen een verschuiving eigenlijk steeds meer naar didactiek, omdat men er ook wel achter kwam eigenlijk van wat Clemens net ook al zei, gewoon dat gaan doen wat je vroeger deed. Nou, dat werkt eigenlijk niet helemaal lekker. Je moet eigenlijk opnieuw gaan nadenken over hoe je je studenten ook online echt bij je les kunt betrekken. Dus toen kwamen er vooral veel didactische vragen. En daarna zagen we eigenlijk een verschuiving meer richting de pedagogiek. Hoe houden we onze studenten nou echt bij de les en hoe kunnen we die online binding organiseren? Want we zijn bang dat we studenten kwijtraken in het proces. Oké. Okay. Ja. Aukje, wil jij een vraag stellen? Ja, want wat jij nu zegt, dat herken ik heel erg. Want ik hoor ook heel veel van studenten dat zij, nu het onderwijs meer online is, ook een andere behoefte hebben in die anderhalf uur dat je bijvoorbeeld hebt met je docent. Dat ze meer op zoek zijn naar gespreksvoering, binding, vragen kunnen stellen, dus discussie voeren en wat minder naar die informatie vergaren. Is dat iets wat je ook herkent? Ja, en ik zou het wel kunnen zijn dat het in het HBO of WO misschien iets anders is dan in het MBO. Maar de behoefte om echt betrokken te zijn en om actief te zijn en dat een docent ook echt met jou het gesprek aangaat, eigenlijk zoals je dat normaal ook zou doen, die behoefte is inderdaad wel heel groot. En wat je ook wel ziet is dat docenten die al gewend waren om heel veel met interactieve werkvormen te doen in de, laten we zeggen, de fysieke les vroeger, die gingen nu ook sneller op zoek naar digitale tools om dat te kunnen blijven doen. Ja. Terwijl docenten die gewend waren om juist heel veel te vertellen en aan het woord te zijn, die hebben het soms wat lastiger, omdat die eigenlijk die theorie buiten de les willen plaatsen en dan in de les actief bezig willen zijn. Maar dat vergt eigenlijk twee nieuwe capaciteiten van hen. En dat is nog wel even een klusje. En Pascal, ik zag net een vraag in de chat voorbij komen. Dat was al even toen IJsbrand aan het woord was. Maar volgens mij kan ik hem ook heel goed aan jou stellen. Denk jij dat elke docent een ontwerper van online onderwijs zou moeten zijn of zou moeten kunnen zijn? Ja, dat is een goede vraag. Ik weet niet of dat echt voor iedere docent weggelegd is of ook een wens is. Maar wat wel heel belangrijk is dat een docent echt wel een goed beeld heeft van waar ga je naartoe. Dus wat is nou het doel? Wat willen we nou eigenlijk graag met elkaar leren? En dat hij daar de student ook echt goed in meeneemt. Dus eigenlijk zou je een student tijdens een lessenserie of tijdens een lesperiode ook willen kunnen wakker maken en zeggen, wat weet je nou straks? Wat kun je nou straks? En dan wordt die betrokkenheid ook groter om die online lesmomenten echt mee te krijgen. En als je niet een goed ontwerp hebt, daar vertelde IJsbrand net ook al wat over, dan is die student ook aan het zoeken van hoezo moet ik eigenlijk naar die les? Wat zijn we dan aan het doen? Ja. Dus die helderheid is heel belangrijk. Dus dat gaat ook over niet alleen ontwerpen van wat doe je online, maar ook wat doe je daarbuiten? Wat doe je asynchroon, hè, zoals we dat dan noemen?
Zijn er, heb jij concrete tips voor docenten over hoe je dat stuk vorm kunt geven? Of wat heel erg belangrijk is als je dat doet? Ja, kijk, wat wij doen is, wij helpen docenten stapsgewijs met dat vormgeven van een module. Even ongeacht hoe lang die module duurt. En wat we vooral proberen is even terug te gaan van, nou, hoe deed je dat altijd? En hoe kun je dat nu doorontwikkelen naar deze online wereld? Want het is net een stapje eigenlijk er bovenop of erbij doen en dan herken je het allemaal weer. Dus we proberen hen vooral die stappen te laten doorlopen en dat gaat eigenlijk heel goed. Oké, okay. Ja. Nou dankjewel. Hartstikke mooi. Graag gedaan. We gaan dan weer door naar de derde spreker. Maar in de tussentijd nogmaals de oproep. Zet je eigen tips voor docenten en voor ondersteuners. Misschien ook wel op basis van wat je hier gehoord hebt. Vooral in de Mentimeter. Gebruik ook de chat voor vragen aan de sprekers. Aan de gasten die we hier aan de desk hebben staan. Inmiddels is onze derde gast aangeschoven, wou ik zeggen. Maar eigenlijk erbij komen staan, is het. Dat is Iwan Woperijs. Iwan werkt bij de Open Universiteit. Iwan, wil jij jezelf ook even introduceren? Jazeker. Mijn naam is Iwan Woperijs. Ik werk als onderwijstechnoloog, onderwijsadviseur, docentprofessionaliseerder bij het Expertisecentrum Onderwijs van de Open Universiteit. En dat is een nieuwe organisatieeenheid sinds 1 januari. En wij focussen ons heel sterk op onderwijsvernieuwing en ondersteuning van onderwijsontwikkelen bij de Open Universiteit. Ja, nou zijn jullie natuurlijk als Open Universiteit expert in het ontwikkelen van online onderwijs. Of in elk geval hebben jullie veel meer ervaring met afstandsonderwijs. En ik weet dat jullie ook de DD-guide in het leven hebben geroepen in maart, hè? De Digital Didactics of Digitale Didactiekgids. Zou je aan kunnen geven, in een paar hoofdlijnen misschien, hoe je dat nou doet, dat ontwerpen van online onderwijs, op basis van jullie expertise die jullie al hebben bij de OU? Ja, nou ja, als je onderwijs ontwerpt, ontwikkelt, dan zul je van tevoren goed moeten nadenken over randvoorwaarden, de context waarbinnen je het onderwijs gaat ontwikkelen. En je moet er eigenlijk even goed stil bij staan wat je online moet organiseren. En dat met name dat deel wat je synchroon kunt doen en wat je asynchroon moet doen. Kijk, bij de Open Universiteit was met name dat deel wat je asynchroon doet en deed. Dat was heel goed over nagedacht en lang over nagedacht. Veel didactische functies waren eigenlijk ingeblikt in onderwijs. En sinds kort zijn we ook meer bezig met synchroon online onderwijs. Dus de virtuele klas gebruiken en dergelijke dingen. En dat is voor ons ook wel nieuw, want dat beperkt ook wel weer de flexibiliteit, zeg maar, van onderwijs. Maar soms zit je in een spagaat, soms ook weer niet. Maar je moet eigenlijk van tevoren dus goed nadenken over wat je wel en wanneer aanbiedt. Ja. En hoe neem je die studenten mee bij dat ontwerpen van het onderwijs? En ik ben ook benieuwd, wat krijgen die dan terug van hun? Nou, allereerst, wij evalueren heel veel. Dus studenten hebben een, uiteraard, dat gebeurt ook bij andere universiteiten, maar studenten hebben een stem op het eind. Ze kunnen, wat goed ging en wat minder goed ging, kunnen ze op reageren. Evaluaties, maar wat we ook doen is proeftoetsen en zogenaamde veldtoetsen. Dus we gaan van tevoren ook al, voordat iets in productie gaat, denken we goed naar. Ook met studenten van wat gaat goed, wat gaat minder goed. En eigenlijk zouden we studenten nog veel meer en sneller een stem willen geven in dat hele ontwerpproces. He, dat je ze eigenlijk ook al bij dat hele het ontwerp, dus de blauwdruk die je maakt, ja. Dat je daar ook eigenlijk al een stem geeft, feitelijk. Ja. En hoe zou je dat kunnen doen, die studenten betrekken, ook heel concreet? Nou, je zou ze eigenlijk dus al bij ontwerpteams moeten betrekken en moeten consulteren, al in een vrij vroeg stadium. Oké. Okay. Ik ben even in de chat aan het kijken. En sommige vragen die... deze is misschien voor jou ook wel leuk. Want ook bij jullie verandert er veel, net zoals bij alle instellingen. Zeker de afgelopen maanden is dat aan de gang. En... hoe zorgen jullie nou dat je docenten daarin meeneemt? Want er zijn zoveel veranderingen. Er verandert bijna dagelijks iets, zegt iemand in de chat. Dus hoe zorg je nou dat je docenten aangehaakt houdt en ook niet overvraagt? En dan bedoel je meer met, of die persoon die bedoelt het meer met nieuwe technologie en dergelijke, dat je dat implementeert? Ja, dat weet je natuurlijk niet. Nieuwe ontwikkelingen staat er. Nieuwe ontwikkelingen, nieuwe didactieken. Nou ja, iets wat bijvoorbeeld nieuw is bij ons is samenwerkend leren, omdat we nu met cohorten studenten werken. En hoe ga je dat nou vormgeven in de context van een afstandsuniversiteit? Ja, en daar speelt die virtuele klas bijvoorbeeld een belangrijke rol. En dan moet je ook allerlei geavanceerde werkvormen bijvoorbeeld toepassen. En om ze ook meer te betrekken en te binden, zeg maar, bij het onderwijs. Dus dat, daar doen we onderzoek naar. Nou, mooi. Ik heb nog een laatste vraag, die haal ik ook voor jou uit de chat.
Je hebt het over ontwerpteams. Hoe zien die teams eruit? En wat is de omvang van wat ze ontwerpen? Gaat het dan bijvoorbeeld om lessen, om modules, om curricula? Het gaat meestal om cursussen. En in zo'n ontwerpteam daar zitten mediadeskundigen, dus meer de ICT-deskundigen, onderwijskundigen en natuurlijk de inhoudsdeskundigen. Dat zijn de docenten. En heel graag zouden we daar dus ook studenten willen toevoegen. Ja, nou lijkt me een mooie stap. Dankjewel, Iwan. Fijn. Nou, ook alweer een hoop tips gehoord. Ik blijf jullie maar weer verwijzen naar de Mentimeter. Heel stiekem moet ik erbij vertellen dat dat ook is, zodat wij van spreker kunnen wisselen. Maar we zien heel graag je bijdrage. En sowieso wil ik jullie meegeven, we maken een verslag. Met name van alle tips die langskomen. We nemen de chat er ook even bij. Ik zie ook vragen voor de sprekers langskomen die we niet kunnen beantwoorden nu, gewoon vanwege de tijd. Maar niet getreurd, we gaan daarmee aan de slag. Dus dat komt op enige manier bij jullie terug. Inmiddels onze laatste gast aan de desk, dat is Ronald Spruit. En we moeten steeds een beetje lachen, ook in de dry run, want we zijn directe collega's. Onder andere in het versnellingsplan Onderwijs Innovatie met ICT. Ronald, jij bent een van de aanvoerders van de zone. Wil jij jezelf even introduceren? Jazeker, je hebt al veel verklapt. Ronald Spruit, werkzaam bij het Leer- en Innovatiecentrum van Avans Hogeschool. Als onderwijsadviseur, trainer en een van de twee naast samen, moet ik zeggen, met Kim Schildkamp. Een van de twee aanvoerders van de versnellingszone faciliteren en professionaliseren van docenten. Oké, en kun jij iets toelichten over wat de zone doet? De zone richt zich, zou je kunnen zeggen, op de docenten van het hoger onderwijs. En met name, dan hebben we het over bijna 50.000 docenten, niet één op één, maar meer op het versterken van de opleidingen om hun docenten nog beter te faciliteren en te professionaliseren, om daar goed over na te denken en om die facilitering met name ook te versterken, te verbeteren. Oké. En wat zijn volgens jou nou de eerste stappen die dan nodig zijn voor die docentprofessionalisering? Ik denk sowieso als we het hebben over docentprofessionalisering, dat woord dat roept al wel een reactie op. Hè. Ik denk dat het goed is dat we niet in eerste instantie nadenken over in termen van aanbod of dat we het hebben over trainingen of workshops. Maar dat we veel meer nadenken in termen van het versterken van het werkplek leren. Als je ziet wat die grote groep docenten vanaf maart dit jaar hebben gedaan. Of dat nou over voorlopers ging of wat we dan noemen de achterblijvers, een beetje oneerbiedig. Docenten die misschien nog niet zoveel met ICT deden, die misschien nog een beetje huiverig waren, is er één grote overeenkomst. En dat is dat ze met z'n allen hele grote ontwikkelstappen hebben gezet. En misschien de groep die nog een beetje achterbleef, hebben nog grotere stappen gezet. Dan de voorlopers. Die waren er toch al en die blijven er ook. En die weten altijd wel manieren te vinden om elke dag weer iets nieuws te doen. Maar vooral wat we kunnen leren uit die afgelopen periode is dat docenten leren door te doen van elkaar, met elkaar. Dat er ook, het is al gezegd in het filmpje, dat er aandacht is voor hun vragen en voor hun behoeften, dat daarbij wordt aangesloten. Dus heel veel lessen hebben we al geleerd. We hebben al heel veel dingen heel goed gedaan. En ik denk dat het goed is om die ook vast te houden. Alleen moeten we ons daarbij wel realiseren dat dat niet altijd vanzelf gaat. Dus dat je die gesprekken of die uitwisselmomenten ook echt moet organiseren en moet faciliteren. En het liefst ook met iemand die dat heel goed kan begeleiden. Ik heb een vraag voor jou uit de chat ook. En die refereert eigenlijk ook al een beetje aan de bijdrage van IJsbrand, die hier net als eerste stond. Die had het over de rust die je nodig hebt als docent en de rust die je eigenlijk docent ook gunt. Ja. Die rust gunnen is ook een manier van faciliteren. Hè? Je zei, het gaat over faciliteren en professionaliseren. Ja. Heb jij tips of adviezen voor instellingen of voor ondersteuners, voor docenten zelf, hoe je die rust kunt faciliteren? Ik weet niet of het over rust gaat, maar wat wel heel belangrijk is, is dat we heel goed luisteren. Ook docenten betrekken bij het formuleren van gezamenlijke doelen die we willen bereiken. En daarbij is het belangrijk ook, denk ik, om te weten dat docenten niet op zichzelf staan,
maar onderdeel uitmaken van een team. Dus onderwijsontwikkeling is ook teamwork. En niet alle docenten hoeven evenveel in hetzelfde tempo op hetzelfde niveau te kunnen en te doen. Dus dat je daar ook met elkaar afspraken over maakt. Ja, mooi. En wat kunnen docenten en wat kunnen ondersteuners en wat kunnen instellingen dan van de zone docentprofessionalisering verwachten op dit vlak? Goede vraag. We hebben de afgelopen 2 jaar hebben we vooral onze aandacht gericht vanuit de zone met 18 hoger onderwijsinstellingen. Hè, dus met heel veel collega's uit het land. Gericht op de ontwikkeling van instrumenten. En de komende jaren willen we vooral aandacht gaan besteden aan het gebruik van die instrumenten in de instellingen. En daar kan ik er 2 van noemen, 2 publicaties. Eentje is het bouwstenenrapport, waarin 37 bouwstenen staan om de docentprofessionalisering nog effectiever te maken. Er komt een 2e versie waarin we de bouwstenen nog wat meer gaan indikken. En het 2e instrument wat we hebben ontwikkeld is de bewegingssensor. En dat gaat vooral over de integrale aanpak die belangrijk is om de facilitering en professionalisering van docenten te versterken. Dat is een heel mooi en lang antwoord. En daarmee zijn we zo'n beetje aan de tijd. Ik zie nog 1 vraag in de chat staan en ik ga een poging doen die zelf te beantwoorden. Want dat gaat in, eigenlijk of zetten jullie bij docentprofessionalisering, en ik pak hem even naar me toe, naar de zone docentprofessionalisering, vooral in op de achterblijvers of op de voorlopers nog verder brengen. Dan kun je iedereen wel meenemen. Je moet me vooral aanvullen, maar volgens mij zetten wij in op het hele peloton, hebben we het op een gegeven moment genoemd. Eigenlijk op alle docenten, niet alleen op de voorlopers, juist niet alleen op de voorlopers. Jij zei het ook al even, die gaan toch wel. Ook die hebben facilitering nodig en steun nodig. Maar juist die andere groep meenemen, vinden we heel belangrijk. En we gaan naar de afronding toe, want we zijn alweer aan het einde gekomen van deze sessie. En daarvoor wil ik heel graag naar de Mentimeter toe, naar de resultaten van de Mentimeter. Waar hopelijk tips in staan van jullie aan elkaar. Wij zien ze hier ook op het scherm. We moeten een klein beetje turen, maar dat gaat wel lukken. Ronald, misschien wil jij even kijken of je er een tussen ziet die jou opvalt of waar je op wilt reageren. En Aukje, stel ik alvast even dezelfde vraag voor zometeen. Het is voor mij eerlijk gezegd moeilijk te lezen. Het is moeilijk te lezen. Nou, zal ik er een voorlezen dan? Je onzekerheden, successen en ervaringen delen met elkaar. Laagdrempeligheid en tijd nemen uit te wisselen. Dat vind ik een hele mooie om bij aan te sluiten. Binnen mijn eigen instelling is er gesproken over het uitwisselen niet alleen van succeservaringen, maar om vooral te spreken van leerervaringen. Want je mag ook fouten maken en daar kun je vooral van leren. En door te praten over succeservaringen kan dat weer een extra drempel opwerpen voor docenten die misschien wat meer tijd en ruimte nodig hebben. Ja, dus maak het niet te... Je mag je successen wel vieren, maar als je ze te groot maakt, kan het anderen afschrikken eigenlijk. Ja. Maak die drempel niet te hoog. Ja. Oké. Okay. Zouden we de Mentimeter nog heel even kunnen zien? Ja, en dan Aukje, kun jij ze lezen? Ik ben snel aan het scannen. Ik zie hier al staan, doe het herontwerpen samen met je team. Ga niet alleen maar in je eentje het wiel uitvinden, waardoor studenten door de bomen het bos niet meer zien. Nou, dat vind ik een hele herkenbare. Je ziet superveel goede initiatieven. Volgens mij is er al heel veel bekend. Maar volgens mij is er nu zoveel. Er wordt zoveel aangeboden. Hoe zorg je er dan toch nog voor dat je die structuur kunt houden? Dat er duidelijkheid is. Dat vind ik een hele mooie om aandacht aan voor te hebben. Dus goed punt. Nou, mooi. Dankjewel. Team. Het woord team hoor ik vaak vallen. Dus dat is iets wat ik in elk geval meeneem uit deze sessie. Het laatste woord is wat mij betreft aan Aukje, want jij bent mijn co-host. Ja. Wat neem jij nou mee uit deze sessie, uit dit half uur? Wat neem ik mee? Ja, hele goede vraag. Ik denk eigenlijk met name dat ik heel erg positief erop terugkijk en vooral dat er zoveel is. Er is zoveel kennis, zijn zoveel experts en... Dat is denk ik een hele mooie eerste stap. En nu is het nog de vraag, hoe zorgen we ook ervoor dat het hele veld hier gebruik van kan maken en dat ook weer toe te passen in het onderwijs. En dat is denk ik een hele grote uitdaging. Maar ik ben in ieder geval heel blij om te zien dat er zoveel ligt en er zoveel kennis is. Oké, dankjewel. Ja. Dankjewel ook voor het meedoen en bijdragen aan deze sessie, Aukje. Datzelfde geldt ook voor Itwer achter de knoppen. Wij kunnen Itwer hier niet zien, maar we kunnen wel zien dat hij heel actief is. En dat hij heel veel werk heeft aan al jullie
interactie en dat is hartstikke mooi. Bedankt ook aan de sprekers, aan de gasten die we hier aan de desk hadden. IJsbrand, Pascal, Iwan, Ronald, dank jullie wel. En natuurlijk dank jullie wel, de mensen thuis wil ik eigenlijk zeggen. Dank jullie wel achter je computerscherm. Voor het deelnemen aan deze sessie, bedankt ook voor jullie activiteit op de chat. Zoals gezegd, we maken een verslag, dat gaan we delen. Komt een blog op communities.surf.nl. En daarin verzamelen we al jullie tips. En voor nu heb ik eigenlijk nog maar één ding te melden. Namelijk blijf vooral even nog kijken. Zometeen start de Vlootshow. En daar zitten een aantal video's in die heel erg mooi aansluiten bij de inhoud van deze sessie. Bedankt. Kunnen we docenten het beste ondersteunen bij onderwijsinnovatie met ICT? Die vraag staat centraal bij de zone docentprofessionalisering. We richten ons op het versterken van de professionalisering in het hoger onderwijs en in deze video geven we je een update. Goede voorbeelden. Om op het gebied van onderwijsinnovatie met ICT te inspireren, verzamelen we goede voorbeelden. We maken testimonials van bijvoorbeeld VR in labonderwijs en blended leren bij huidtherapie. Bouwstenen. Het is handig om te weten wat werkt bij de professionalisering van docenten. Daarom hebben we onderzoek gedaan naar bouwstenen voor effectieve docentprofessionalisering. We werken aan een toolkit die instellingen kunnen gebruiken. Proeftuinen. We experimenteren ook zelf in proeftuinen. Dit zijn professionaliseringsinitiatieven rondom specifieke thema's zoals digitale peerfeedback en digitaal formatief toetsen. Per thema ontwikkelen we een werkpakket. De bewegingssensor. Met de integrale bewegingssensor kunnen betrokkenen, van student tot collegevoorzitter, in gesprek gaan over het wegnemen van drempels en het bieden van de nodige prikkels om docenten nog beter te ondersteunen. Position paper. Voor bestuurders en managers hebben we een position paper geschreven met 8 aanbevelingen voor docentprofessionalisering die we graag opgenomen zien in de beleidsontwikkeling en de uitvoering daarvan bij de instellingen. Ook werken we aan projecten rondom een landelijk expertisecentrum, aan de integratie van ICT-competenties in de BKO en de BDB en aan een profiel voor de ICTO-coach. Wil je meer weten? Ga dan naar versnellingsplan.nl. Bij de Haagse Hogeschool bieden wij laagdrempelige ondersteuning voor docenten bij het implementeren van blended learning, onder andere met behulp van een online spreekuur, workshops, handleidingen en ondersteuning van teams. Docenten met vragen over blended learning kunnen terecht bij het online spreekuur van het Blended Learning Lab van de Haagse Hogeschool. Wim, docent HBO verpleegkunde, zoekt een blended oplossing voor praktijkbeoordeling en neemt contact op. Hi Wim, welkom bij het Blended Learning Lab. Waarmee kan ik je helpen? Ja, hoi. Onze studenten moeten voor een beoordeling laten zien dat ze een verpleegkundige handeling onder de knie hebben. Dat doen we normaal in een praktijklokaal, maar dat kan vanwege corona nu niet. Hoe pakken we dat aan? Je kunt een video laten opnemen. Daar zijn allerlei mogelijkheden voor. Wacht, ik roep er even een Blended Learning adviseur bij. Het laten inleveren van een video klinkt eenvoudiger dan het is. Daarom vraagt de onderwijskundige adviseur door en schetst extra mogelijkheden. Moeten ze de video meteen inleveren voor een cijfer? Of wil je dat de studenten eerst elkaars werk beoordelen? Peer feedback. Daar had ik nog niet aan gedacht. Zou dat handig zijn? Zullen we het anders even overleggen met de collega van toetsing? Samen concluderen ze dat de studenten bewuster leren te handelen als ze elkaars video's ook beoordelen. En hun eigen video ook nog kunnen verbeteren voordat ze hem inleveren. Ja, en hoe regel ik dan het inleveren? Gewoon via de mail? De oplossing van het BL-lab gebruikt een combinatie van verschillende tools. En daarom worden de supportmedewerkers van Blackboard en Office 365 erbij geroepen. En omdat de werkwijze invloed heeft op privacy en veiligheid, kijkt de privacy officer ook mee. Ziet er goed uit, maar letten jullie wel op de privacy van de studenten in beeld? Door alle benodigde disciplines te betrekken en met elkaar een oplossing te bedenken, zijn Wim en zijn studenten goed geholpen.
Het Blended Learning Lab is een van de 4 Teaching and Learning Labs van de Haagse. De labs bieden multidisciplinaire ondersteuning bij iedere onderwijsuitdaging. Hey Anna. Hey Joost. Hey, dat Next Level Learning, hoe heeft dat jou geholpen? Die nieuwe tool van de Hogeschool van Amsterdam voor digitaal onderwijs. Ja, inderdaad, die ja. Echt te gek. Dat heb ik gebruikt bij mijn werk als docent bij de opleiding verpleegkunde. Om te kijken hoe goed ik zelf, maar ook hoe goed mijn collega's al werken met digitaal onderwijs. En alle kennis en tools die we daarvoor al in huis hebben. Zal ik het even laten zien? Ja, doe maar even ja. Klinkt heel interessant. Kijk, er zijn 37 stellingen en die heb ik ingevuld. En daarmee reflecteer ik op mijn digitale onderwijs. En na het invullen kreeg ik 10 aandachtspunten waar ik zelf als docent nog op kan letten. Voor mijn eigen onderwijs. Maar ik kan ook hierdoor met collega's in gesprek gaan over hun onderwijs. Kijk. Hey, wat goed. En wat levert dit jouw opleiding op dan? Als kaarttrekker van het digitale onderwijs hoef ik nu niet zelf een overzicht te maken met belangrijke aandachtspunten. En ik kan hier bijvoorbeeld op klikken en krijg meteen praktische tips over hoe ik moet veranderen. Dus alles staat lekker bij elkaar. Een mooi overzicht. Ja, dat ziet er als gebruiksvriendelijk uit. Ik denk dat jij daar veel aan hebt, maar jouw collega's ook. Zeker, zeker. Ik kan het ook echt iedereen aanraden om te gebruiken. Top. Hey, en heb je nog een laatste uitsmijter voor me? Een uitsmijter. Nou, 37 stellingen en 37 punten ter verbetering. We moeten aan de bak dit jaar. En ik heb er zin in. Top, helemaal goed. Hey, dankjewel hè, Anna. Alsjeblieft.